Kijk, als je het over humor hebt, dan heb je het over Joodse humor. Betere humor dan Joodse humor, die ken ik eigenlijk niet. Heel veel mensen zeuren over Joden en bla bla bla, Jood hier, Jood daar, stop ze allemaal in Auschwitz achter het gas. Maar die mensen die weten niet waar ze het over hebben. Want, Joodse humor is dat je toch lacht. Joodse humor is de humor van de mens die een aristocraat zou willen zijn. Alleen ze hebben geen geld. Ja, wie heeft er wel geld? Die enkele Jood heeft geld. Met die lange nazen. De meeste Joden moeten gewoon scrambelen voor de money. Ja. We gaan niet denken dat al die Joden het allemaal zo makkelijk hebben. En een mooie Joodse mop. Die is van. Dat gaat over twee mensen en hoe heten ze ook alweer? Oh, ik weet het alweer. Sam en Moos. Maar ze wisten het allebei niet, hè? En dat was in Amsterdam. En bij die gracht. In Amsterdam van die grachten. En Sam die loopt dus aan de ene kant. En die komt vanuit het noordwesten aan of zo. En Moos die loopt aan de andere kant van de gracht. En die komt vanuit het zuidoosten aan. En ze zitten gewoon naar elkaar te kijken. Want zo zijn Sam en Moos, weet je wel? Van. Hey, Moos. Dag Sam. Weet je wel? En hey, Sam. Dag Moos. Dus dat ja. En toen was er dus een brug. Hè? En om een of andere reden. Misschien was het wel dat ze allebei wilden weten: van hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Hoe zit het nou? Dat weten we niet helemaal nauwkeurig. Hè? Maar wat gewoon gebeurd is, dat is het Moos. Die ging dus, ja, die zag aan de linkerkant zag hij de brug. En Sam, die zag dus ook aan de linkerkant de brug. Maar Sam kwam van het noorden en Moos kwam vanuit het zuiden. En die gingen dus die brug op. En die gingen elkaar de hand schudden, dachten ze. Tot hun stomme verbazingen, ze waren het allebei niet.